In deze instructie leggen we uit hoe rapportages opgevraagd kunnen worden nadat deelnemers een testprogramma hebben afgerond. Daarna behandelen we de verschillende rapportages. Klik op de menubalk op Selecteren. In beeld komt een overzicht van selectietests die al gemaakt zijn. Selecteer een testprogramma. Selecteer een deelnemer die zijn testprogramma heeft afgerond. Klik op de tab Rapportages voor een overzicht van de beschikbare rapportages voor deze deelnemer. Afhankelijk van de samenstelling van het testprogramma zijn er verschillende rapportages beschikbaar. Uit elk testprogramma volgt een testscorerapport waarin de scores van alle testonderdelen staan. Als een testprogramma samengesteld is op basis van een werkprofiel, wat we uitleggen in een van onze andere instructiefilms, volgen er tevens rapportages waarin de scores voor de competenties staan. Voorbeelden van deze rapportages zijn het competentieprofiel, het interviewrapport en eventueel maatwerkrapporten. Als shapes en views onderdeel zijn van het testprogramma, kan een loopbaanadviesrapport opgevraagd worden. De rapporten kunnen in een Microsoft Word of in een PDF-bestand gedownload worden door op de betreffende knop te klikken. De verschillende rapportages zullen nu één voor één aan bod komen. In het testscore rapport staan de resultaten van het testprogramma dat de deelnemer doorlopen heeft. Om een zinvol vergelijk te kunnen maken, is het ontwikkelpotentieel afgezet tegen een voor de deelnemer aangegeven normgroep voor werk en denkniveau. Als shapes en views onderdeel zijn van het testprogramma, dan wordt het volledige profiel gerapporteerd. De niveauindicator laat het gemeten algemene denkniveau zien. Naast de testscore wordt aanvullende informatie gegeven over hoe de deelnemer de betreffende test doorlopen heeft. Het rapport wordt afgesloten met informatie ten behoeve van interpretatie van testscores. Het competentieprofiel geeft per competentie een systeemscore. Om een zinvol vergelijk te kunnen maken, is het ontwikkelpotentieel afgezet tegen een voor de deelnemer aangegeven normgroep voor werk- en denkniveau. De Systeemscore geeft een overzicht van alle scores op de gemeten competenties. Per gemeten competentie wordt aangegeven of er beperkt potentieel, noodzaak tot extra ontwikkelinspanning of voldoende potentieel bestaat. De competenties worden één voor één gerapporteerd, waarbij kan worden doorgevraagd naar feitelijk gedrag en bereikt resultaat. Het interviewrapport is een competentieprofiel uitgebreid met onderliggende testscores en interviewvragen, een niveauindicator en mogelijkheid voor samenvatting en conclusie. De Systeemscore geeft een overzicht van alle scores op de gemeten competenties. Per gemeten competentie wordt aangegeven of er beperkt potentieel, noodzaak tot extra ontwikkelinspanning of voldoende potentieel bestaat. De niveauindicator laat het gemeten algemene denkniveau zien. Bij elke competentie staat een opwarmvraag en enkele situatiegerichte vragen. Het laatste deel van het rapport nodigt uit om de gecombineerde bevindingen uit het testprogramma en interview samen te vatten en af te ronden met een evenwichtige conclusie. Het loopbaanadviesrapport is bedoeld om de deelnemer te helpen bij het maken van keuzes over zijn loopbaan. In het rapport staan overwegingen en suggesties gebaseerd op de scores van enkele. Door de deelnemer ingevulde instrumenten. De deelnemer krijgt inzicht in het waarom, dat wil zeggen de waarden van zijn werk. In het wat, dat wil zeggen de inhoud van zijn werk. In het hoe, dat wil zeggen zijn rollen in het werk. In het waar, dat wil zeggen het type organisatie dat bij hem past. In het wie, dat wil zeggen welke teamrol bij hem past. En inzicht in het werk dat hem energie geeft of juist energie kost. Een maatwerkrapport kan voor elke organisatie gemaakt worden. Hierin kunnen specifieke wensen voor inhoud of vormgeving verwerkt worden. Samengevat, om een selectiereport op te vragen, klik op de menubalk op Selecteren. Selecteer een testprogramma. Selecteer de deelnemer, klik op de tab rapportages en download het gewenste rapport.